mensen of ze hier kunnen komen exposeren. En dan zeg ik eigenlijk bijna altijd, nou heel graag. Jullie komen binnen en je gaat lekker je eigen gang. En ik kom binnen en ik zie, jeetje Mina, mooi, rustig, prachtig. Ik doe de galerie samen met Theo, mijn medewerker. En ik heb ook twee fantastische buren, Edith en Willem, die staan daar. En die doen, die houden constant een oogje in het zeil en die stimuleren. En die hebben ook een hele mooie etalage hiernaast. En dus samen zijn we ook 's avonds een verlicht baken. En ik wil gewoon graag laten zien dat er ook mooie dingen in het leven zijn. En dat lukt aardig. Inmiddels hebben we hier een hele kunststraat. De galerie De Stoker verderop is ook open. Ik heb al de bloemen. En die zijn van de bloemist verderop. Ook dat is een uitje waard. Want iedere keer, ik mag daar mijn affiche hangen. En ze passen de etalage aan aan de kleuren van de affiche. En dat hebben ze dus nu weer gedaan. En dat is echt prachtig. Ja. Dus ik zou echt langs gaan. Ze steunen mij heel erg in, op deze manier. En dan zoeken ze samen ook de bloemen uit. Dus omdat het rijp en groen is, vele kleuren groen. Dank je wel. Heel mooi. Alsjeblieft. Heel mooi. Dank je wel. Ja. En dan geef ik jullie. Haar werk moet omschrijven in een paar woorden. Dan komt bij mij op dat het licht is en spiritueel. En eigenzinnig in de goede zin van het woord. En slow. En daar bedoel ik mee, je hebt fast food en slow food, heb ik me laten vertellen. En bij haar komt alles heel langzaam tot stand. Het moet inderdaad rijpen. Dus ik denk dat Marga een soort slow art maakt, als dat woord al bestaat. Ja. Dat is voor Marga. En dan naar Peter. Peter heeft al heel lang sinds de academie een thema in zijn werk. Het is niet in al zijn werk, maar het komt wel veel terug. En dat is de weg. En daar bedoelt hij mee zijn levenspad. Het is een prachtig thema en daar komen steeds bepaalde elementen in terug. Een paar van die elementen, het is nog duidelijker te zien in drie luik in de andere kamer. Maar is zijn Indonesische roots. Dat zie ik vaak in kleine stukjes, soms moet je heel goed kijken. Het zit er bijna altijd in. Vaak een ode aan de schoonheid van het mannelijk lichaam. Nou is niet het vrouwelijk lichaam, maar een mannelijk lichaam. En het is speels, het is kleurrijk en het is collage. Peter werkt bijna altijd in collage. Hij kan alles gebruiken. Hij gebruikt zijn eigen werk, zijn oude werk, verknipt hij. Ook dat van ons rustig. Heb je een volle prullenbak, legen bij Peter. Hij maakt er een kunstwerk van. Als ik een paar woorden samen zou moeten vatten, dan is het creatief. Heel creatief, vooral in materiaalkeuze. En zo'n collage techniek is gewoon heel creatief. Speels, maar ik vind het ook vaak heel breekbaar. Dat zijn mijn interpretaties, die zijn heel persoonlijk. En ik nodig u uit om uw eigen interpretaties op de schilderijen los te laten. Want dat is volgens mij waar kunst om draait, om wat het met u doet. En daarmee open ik de expositie. Oké, hier naast mij is Marga Dubier. Hoe ben je ertoe gekomen om deze prachtige schilderijen te maken? Ik schilder heel graag in olieverf. En waar ik nu mee bezig ben, dat is schilderen naar de natuur, maar niet helemaal exact. Mijn eigen draai eraan te geven. Ik verzamel veel materialen van de natuur. Ik gebruik dat als voorbeeld. En hoe lang schilder je al? Ik schilder eigenlijk nu ruim 10 jaar. Jij bent de tweede persoon die hier exposeert bij het MLB expositieruimte. Klopt. Hoe ben jij ertoe gekomen om te gaan schilderen? Ik ben eigenlijk al van jongs af aan ben ik bezig met tekenen en schilderen. Het zit ook een beetje in de familie. En toen heb ik er wel een tijdje niks aan gedaan. 10 jaar geleden ben ik gewoon heel erg, meer serieuzer echt aan de gang gegaan met kunst.
Thank you.